Wij zijn al 20 jaar bezig met stukjes energiebesparing. We hebben vloerverwarming op alle gebieden waar de mensen aan het werk zijn. Droogde bollen met groot deel behulp van kaslucht. We gebruiken frequentieregelaars op de ventilatoren. We zijn nu met EC-ventilatoren bezig. En de laatste investering is een nieuwe koelinstallatie met een warmtepomp en een WKO. En daar kunnen we nog op doorborduren. De volgende fase is mechanisch ontvochtigen in de kas. Een hele belangrijke stap die wij vorig jaar gezet hebben is om uiteindelijk om de energievoorziening voor een groot deel te gaan vervangen met geothermie. Dat is een duurzame vorm van energie die we hier in de polder met 50 kwekers samen hebben ontwikkeld. De geothermie betekent dat wij warm water aangeleverd krijgen uit de geothermie, uit de aarde. En dat warme water gebruiken om onze kas te verwarmen. Wij zien echt een rooskleurige toekomst voor ons als agrarisch Nederland, maar ook ons agrarisch bedrijf. Wij willen gewoon echt kringloop, landbouw helemaal op ons bedrijf. En dan zien we waterstof als het transitiemiddel, dat we onze eigen energie opwekken, omzetten in een algemeen energiedrager, het waterstof. En dat we daar onze zelf opgewekte duurzame groene energie, onze trekkers mee aandrijven, onze verwarming van onze bloembollenpreparatie mee kunnen doen. En dat we ook onze elektrische machines kunnen bewegen daarmee. Dus helemaal kringloop, gesloten, ons eigen bedrijf kunnen voorzien.